Hey, Marco hier. Producten importeren vanuit China is met de komst van het internet een heel stuk laagdrempeliger geworden. En zo kun je via sites als Alibaba vaak binnen een paar seconden al met de Chinese leveranciers in contact treden. Toch zijn er nog heel veel zaken waar je mee moet opletten als je zaken gaat doen met China. Zelf ben ik in 2009 gestart met importeren vanuit China en zeker in de eerste jaren heb ik best vaak mijn neus gestoten, om het zo maar even te zeggen. Dat heeft me niet alleen veel geld gekost, maar ook heel veel waardevolle tijd. Nou, de komende tijd ga ik enkele korte tips met je delen die je hopelijk heel veel geld en ook kostbare tijd kunnen gaan besparen als jij met producten vanuit China aan de slag wilt gaan. Nou, de tip van vandaag is dat je mijnendienst altijd een inspectie moet doen. Of het nu de eerste order of de tiende order is, laat altijd een inspectie doen. Waarom? Of laat ik eerst zeggen, wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat die goederen gereed zijn, dus als je Chinese leverancier zegt, oké, de goederen staan gereed voor verscheping, dan stuur altijd een extern inspectiebedrijf naar de fabriek en laat die eerst de goederen controleren. Je krijgt dan een rapport van hun en dan kun je zelf aan de rand van het rapport bepalen of je wel of niet tevreden bent over de kwaliteit en of de goederen dus verscheept kunnen gaan worden. Nou, dit is iets waarvan ik toch nog vaak zie dat veel verkopers het niet doen. Mijn inziens is niet slim. Kijk, zo'n inspectie die kost je ongeveer $200 voor één dag. En die $200 is het mijn inziens dubbel en dwars waard. Maar je moet je voorstellen dat je de goederen bijvoorbeeld wel laat komen zonder inspectie. Ze zijn niet goed. Niet alleen heb je dan heel veel waardevolle tijd verloren, soms 2 tot 3 maanden. Maar je zit ook met een lichting goederen die je misschien tegen inkoopprijs of echt tegen dumpprijzen moet gaan verkopen, omdat ze gewoon kwalitatief niet goed zijn. Dus dat zijn dingen waar je uiteraard niet op zit te wachten. Daarnaast zou ik ook adviseren om altijd een inspectie te doen. Dus niet alleen bij de eerste order bij een bepaalde leverancier, maar ook bij vervolgorders. Ja, dus al zijn de eerste 6 orders goed gegaan, ook de 7e tot de 50e order bewijzen van altijd een inspectie doen. Even een concreet voorbeeld. In januari, februari is het altijd Chinese New Year. En dan gaan bijna alle werknemers van de fabrieken naar huis, naar de binnenlanden. En een heel aantal komt niet terug of gaat elders aan de slag. Dat betekent dus dat na Chinese New Year altijd eigenlijk nieuwe medewerkers in fabrieken zitten. Of die gaan er aan de slag en die zijn niet bekend met jouw product. En dat kan dus ook heel snel tot fouten leiden. Dus mijn advies is, doe altijd een inspectie als de goederen gereed zijn. Heb je iets gehad aan deze tip, dan zou ik het leuk vinden als je deze video even liked. En kijk je deze video op YouTube, dan abonneer je ook even op mijn kanaal om vaker van dit soort tips te ontvangen. Ik spreek je snel.